Wij zijn Bergen Boomverzorging en wij doen allerhande boomwerken. Van snoeivenbomen tot vellenvenbomen. En op deze werf zijn wij eigenlijk een bos aan het omvormen naar meer biodiversiteit. We hebben een knikmops gekocht, omdat in projecten waar we bomen vellen, komt heel wat hout naar beneden en takken. En als het toegankelijk is met een knikmops, wat dat meestal zo is, want die machientjes zijn heel compact. En ja, dat scheelt enorm veel in tijd. Boomverzorgingswerk is al zwaar werk, hè, dat klimmen in die bomen. Als je dan op de grond komt en je moet dan ook nog eens alles met de hand gaan manipuleren, ja, dan is zo'n knikmops wel een zaligheid. Een grote hand die komt helpen, hè, met die bomenklim, pakt alles vast, kan alles in alle richtingen manipuleren. Dus dat is heel leuk. Als wij een machine aankopen in ons bedrijf, dan denk je er altijd goed over na. Want elke motor heeft impact op het milieu en we proberen daar echt doordacht mee om te gaan. En we hebben gemerkt dat het ook zuinige machines zijn. We hebben een 180 en we hebben een 100 nu recent gekocht, omdat die 100 nog wat compacter is. In onze projecten is het belangrijk dat die een bodem zo weinig mogelijk verstoord wordt. Dus de 100 in combinatie met kunststofrijplaatjes die dat een druk nog eens beter verdelen, is ideaal voor de impact op de bodem eigenlijk zo min mogelijk te houden. Nog een voordeel van een 100 is, wij in ons bedrijf hebben wij 12 voertuigen die 3,5 ton mogen trekken. Dus we hebben allemaal aanhangwagens die 3,5 ton mogen wegen. Als we dat knikmopsje op een aanhangwagen zetten, dan kan daar nog een rugzakslaarje bij en kun je eigenlijk twee dingen in één keer vervoeren. Terwijl met de zwaardere machines, ja, moeten we eigenlijk met twee ritten rijden om het in één keer mee te kunnen pakken. Wij hebben gekozen voor knikmops, omdat dat toch heel wendbare, stabiele toestellen zijn. Ze zijn heel smal, dat is voor ons belangrijk om door poortjes en tussen bomen te kunnen. En ook het hefvermogen ten opzichte van hun eigen gewicht is heel hoog. En we werken er nu 6 jaar met knikmops. We hebben er nu recent weer een bijgekocht, omwille ook van de service. Dus als er iets aan is, het gebeurt niet veel, maar als er iets aan is, is het ook altijd direct hersteld. Ik werk thuis in mijn privé ook regelmatig in eigen tuin met de knikmops. En na een jaar of zo, denk ik, een anekdote aan de keukentafel, dat ik vertelde tegen mijn vrouw en de kinderen van, kijk, die knikmops, dat is nu echt het beste machine dat wij ooit gekocht hebben. En dat is echt gebeurd.